Intellect, ambition, spiritual. Got a voodoo for you if you wanna fuck us up. Just so you know, you better know. Brown is my favorite color, so. Zo ziet het eruit. En ik ga nu mijn make-up doen. Middag, peeps. Het is 3 uur. Het is vandaag, is het donderdag. Donderdag 20 januari. Ik ga vandaag op stap met mijn moeder. Ja, we gaan eventjes mijn wenkbrauwen doen. Tenminste, ik heb mijn wenkbrauw gisteren gedaan. Maar mijn moeder gaat haar wenkbrauw even zelf doen. En ik ga even met haar mee. Daarna gaan we eventjes struinen in de stad. Daarna gaan wij content maken. Dus het wordt een productieve dag vandaag. En ik ga jullie lekker meenemen. En ik hoop trouwens ook dat jullie een fijne jaarwisseling en fijne dagen hebben gehad. En ik wens jullie uiteraard het beste in dit nieuwe jaar. Mogen al jullie wensen uitkomen en al jullie goals. En ja. Dit is trouwens een snelle outfit check. I got a simple ponytail. Heb ik net snel even zelf gedaan. Helemaal bruin aan vandaag. Kijken. Oh, lekker sokken. Lekker warme sokken van de Primark. Maar ja, brown is my favorite color. So. We zijn nu bij de kapper. Daar is waar ik meestal ook mijn wenkbrauwen laat epileren. Mijn moeder gaat vandaag haar wenkbrauwen laten epileren. Mam, zeg eens hi. Hi. Ja, dus het is echt ijskoud. Het is niet normaal. Het is waterkoud. Echt, ja, het is waterkoud gewoon. Het doet gewoon pijn aan je hand. Je hand is verplicht om in je zak te zitten. Maar ja, als mijn moeder klaar is, dan lopen we eventjes naar de Kiko. Want ik wil make-up doekjes halen. En daarna gaan we content maken. En wat de dag dan brengt, ja, gewoon naar huis of zo, toch mam? Ja. Na alles wat we gedaan hebben, gewoon lekker naar huis. Mijn moeder is net klaar met haar wenkbrauwen. Nou, we zijn net klaar met foto's maken. Mijn moeder heeft me heel goed geholpen daarmee. Nou, wat gaan we nu doen? We hebben nu even zin in KFC, dus we gaan even naar KFC. Lekker. Ja, lekker eventjes lekker KFC eten. Daarna gaan we naar... Daarna gaan we naar de Albert Heijn. Lekker halen voor vanavond. Mm-hmm. Tijdens de film. En daarna gaan we naar huis. Dus eigenlijk ga ik de vlog afsluiten. Jullie zien me morgen weer. Dus ja, dit was voor vandaag. Hier pieps, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag. En ik heb mijn haar zojuist gewassen. En vandaag ga ik samen met mijn moeder naar mijn vaders tuin. Je kan hier in Almere, volgens mij kan je dat ook in elke stad. Dan kan je namelijk een tuin huren per maand. En dan kan je daar je plantjes en groenten planten. Dus we gaan nu eventjes kijken wat mijn vader allemaal gedaan heeft. You loser, you hater, you want me so bitter. You lose me, you quitter. You lose me, you quitter. I don't get nothing from you. No flowers, no money, no dates. Got blue checks in my DMs. So be happy when I tell you I'll stay. You just share the love you give. What's the reason to be with you if I can't fix it all by myself? Need a nigga who gon' ride and die. Take care of me, not all by myself. What you mean I'm too much? Goedemorgen pieps, het is vandaag zaterdag 22 januari. Ik ga vandaag mijn haar doen bij Future Elves. Jullie zullen daar zo wel ontmoeten. Ik heb mijn haar zojuist net gewassen. Het is wel heel nat, ik moet alleen nog even feunen. Ja, ik moet zeggen, mijn haar is echt gegroeid. Misschien is het niet zo lang voor jullie, maar het is echt gegroeid. Ik had wel wat langer haar, maar... Het is echt heel erg gebroken, maar
moet zeggen, het groeit nu heel erg en daar ben ik heel blij mee. Dus ik ga heel snel mijn haar even vullen en opmaken, want dat was de afspraak. En dan ga ik onderweg naar Virtue. Ik ben net klaar met het vullen van mijn haar. Zo ziet het eruit. Het is voor mij echt een stuk gegroeid, want het was echt super kort en super dun. Ja, zo ziet het eruit. En ik ga nu mijn make-up doen. Hi! Hoe ik net wilde beginnen met mijn make-up, heeft Virtue me een appje gestuurd en ze voelt zich niet zo goed. Ze is niet zo lang, ze is volgens mij één dag terug van Ghana en ik had haar al gezegd van wil je geen dag hier rust, we kunnen ook volgende week, maandag bijvoorbeeld. Dat is zo graag, maar ik begrijp het ook wel hoor. Maar onze afspraak is gecanceld. Ik heb wel al mijn haar gefeund, maar ja, dat betekent dat ik maandag niet meer mijn haar hoef te wassen vroeg. Daar ben ik wel blij mee. Dus nu, ja, staat er niks op de planning. Ik ga gewoon lekker mijn pakketjes laten versturen. En ik ga nu gewoon lekker even ontbijten, want ik heb nog niet gegeten. En dan ga ik gewoon lekker chillen. Ja, early Sunday. Nou pieps, welkom weer. Het is vandaag maandag. En zoals jullie weten ga ik dan vandaag mijn haar doen. Want zaterdag ging ik meer door omdat ze zich niet zo lekker voelde. Nou, ik heb me helemaal klaargemaakt. Mijn haar is helemaal, heeft helemaal niks in. Helemaal goed droog gefeund. En dat is belangrijk. Maar ja, ik ga nu onderweg naar Virtue toe. En jullie zien me zo. Ik heb gewoon lekker een comfy outfit aan. Sweater van Nike en legging van de Costas. En gewoon mijn Yeezy slides. Maar ja, jullie zien me zo. Nou, ik ben bij Veet aangekomen. En we gaan gelijk van start. Vertel eens wat we vandaag gaan doen, meid. Jongens, we gaan een ponytail doen met een sideswoop. En jullie gaan het eindresultaat zien. Ja. Nou, we zijn op de helft van het stijlen van mijn haar. En Veet heeft het per ongeluk verbrand. Look. Ik ben zielig. Dikkig hoor, heel dik. Ik ben heel zielig. Oh, zo zielig voor haar. Maar ja, we hebben even een tussenpauze. Sorry, we hebben even een tussenpauze genomen. En we gaan zo weer door. Ik heb echt dode puntjes. Echt vreselijk. Ze gaat zo ook even knippen. Nou, we hebben haar. Het spreekt voor zich, dames en heren. Heftig, heel heftig. Eigenlijk zo voel ik mij. Ja, oh, zielig. Ze is zo zielig vandaag. Dat zegt ze ook de hele dag. Ze is heel zielig echt vandaag. De hele dag. Ja, ook zo sufjes. De telefoon valt bijna twee keer uit de hand. Het gaat niet goed. Ook zo goed, hè? Ja, maar echt. Nou, we zijn net klaar en dit is het resultaat. Ik ben super blij ermee. Ik heb deze kop zelf nog nooit gehad. Maar het is super smooth. Thank you! Welcome. Hi peeps. Ja, yeah, I know. De laatste stukje wat jullie hebben gekeken van de vlog. Zagen jullie dat ik bij Virtue was? Ik laat jullie even weten wat er allemaal is gebeurd in die tijd. Want ik heb toen niet meer kunnen vloggen. Echt heel veel is gebeurd in korte tijd. Dus ik laat jullie het even weten. Nou, ik heb mijn haar gedaan bij Virtue. Dus al eigenlijk best bijna een week geleden. Ik kwam thuis en ik was zo moe. Ik was zo moe. En toen kreeg ik nieuws dat Delano en ik naar Duitsland moesten. Dus vandaar dat ik niet meer heb kunnen filmen. Want ik heb alles een beetje in een haastige vibe gedaan. Dus vandaar dat ik ook niet netjes niet kon filmen. En niet kon zeggen wat ik aan het. Ja, het kon wel. Het leefde me eigenlijk bij zoveel stress op. En ik had dan een klein beetje stress. Dus vandaar dat ik de keuze heb gemaakt om niet te vloggen. En om nu alles gewoon netjes uit te leggen aan jullie. Ik had de vlog nog niet afgesloten. Dus vandaar dat ik dat netjes in deze video wilde doen. Ik dank jullie hartelijk voor het kijken van mijn nieuwe vlog. En er komen heel veel vlogs aan. Want ik, zoals jullie weten, ik ben nu in Duitsland. En ik ga volop vloggen. Dus ben jullie benieuwd wat ik in Duitsland doe. En waarom ik in Duitsland ben. Zo random.
kijk de volgende vlog. Daar wordt alles gewoon netjes uitgelegd. Dus ja, bedankt voor het kijken. En om alles wat in mijn video voorkomt, laat ik weten in de omschrijving. Zodat je kunt nakijken als jullie daar geïnteresseerd in zijn. En ja, dat was het. Gewoon hartstikke bedankt voor het kijken. Bye!